kon spelen. En nu dit. Even letten. Wat vond jij ervan? Ik vond hem allereerst heel leuk, kort en heel krachtig. Het is super. Het is een kleine boodschap voor jongeren hier, met name met een buitenlandse achtergrond, dus ook waar je vandaan komt. Dus hoe het onderling zeg maar, gaat. En het is dus soort, een belt voor, me, voor de mensen om een beetje te laten zien van dit gebeurt in de werkelijkheid, in de praktijk, waar dan niemand eigenlijk op de hoogte van komt. Zeg maar. Ja, dus dat werkt wel, het wordt wel positiever hierdoor. Ja, zeker weten, ja. Ja, ja. Hoe vond je het? Ja, ik vond het een mooi film. Ik heb zelf achter de schermen het een en het ander gedaan. En het was mooi om te zien hoe het hele proces is geweest. En nu het eind, hoe dat is geworden. Ik vond het mooi om te zien. Hoe dat allemaal echt gewoon super trots ook op de wijk Veldhuis ook. Zo'n grote opkomst ook. Iedereen is komen kijken. Ja, vind ik gewoon echt mooi om te zien. Ook echt dat ik zelf ook uit de wijk kom. En ik ben ook jongerenwerk voor Welsteden. En dus ik vind het echt, echt mooi. Ja, heeft dat de film gezien? Ja. Wat vond u ervan? Ja, heel leuk. Was spannend in het begin. Even kijken. Maar het is echt leuk. Leuk geworden. Ik heb een heel klein stukje gespeeld. Maar het is ook prachtig. Echt leuk. U hebt ook meegespeeld? Ja, ik samen met mijn zoontje. Ja, ik heb meegespeeld, ja. Ja. Burgemeester van de Knaap van Ede. U dacht, ik ga ook eens even kijken naar deze film. Ja, ik had er natuurlijk al heel veel van gehoord. En ik had ook gehoord dat in heel Veldhuizen men uitkeek naar die première. En daar hoor je dan bij als burgemeester. En ik mocht ook naast de hoofdrolspelers zitten in de zaal. En u voelde de spanning van hoe kom ik over. En na afloop de ontlading dat men blij was. Ik als burgemeester ben ook zeer gelukkig ermee. Want Veldhuizen in de periode dat ik hier burgemeester ben is vaak negatief in het nieuws geweest. Maar er is ook een andere kant aan Veldhuizen. En dat maakt deze film heel erg duidelijk. En de positieve energie die deze film oplevert, is denk ik een enorme opkikker voor heel de wijk Veldhuizen.